Het belooft een buitengewone avond te worden, waarbij een selecte groep kunstverzamelaars bijeenkomt in het Stedelijk Museum om het genot van een exclusief diner. Tijdens deze gelegenheid wordt het nieuwe werk van neoperisme kunstenaar Steve de Pas voor het eerst getoond. En er is een unieke samenwerking tussen Luxury en de kunstenaar die vanavond gevierd wordt, met als moment suprême de onthulling van de cover van Luxury Magazine waar zijn werk te zien is. The minimalistic, the line, the very clean line. Ik vind hem zo elementair, zo sprekend. Wij vinden hem op het ogenblik een van de grootste kunstenaars. Het is heel fris en jong en vibrant. Hij is echt een megatalent. Zijn hele signatuur is vrij uniek. Bij het grote publiek is Steve vooral bekend als initiatiefnemer van Amsterdam Fashion Week en als voormalig eigenaar van jeansmerk Blue Blood. Met de kunst slaat hij een hele andere weg in. Nou ja, ik vind sowieso dat Steve natuurlijk te pas een visionair is. Hij verzint altijd weer iets wat andere mensen niet doen of niet durven. Ja, en zijn nieuwste huzarenstukje, dat staat hier naast je, met dat marmer. Ja, dat vind ik echt geweldig. Ik vond juist dat eerste werk met alleen die lijnen zo fantastisch. Toen was ik heel enthousiast. Toen hebben we dus alles bij ons thuis geëxposeerd. Alles weg. En aan goede kunstverzamelaars. Ik was zo blij dat Steve kunstenaar werd. Dat is iets waar ik heel blij van werd. Omdat ik hem zo lang ken en het is ook een vriend van mij. Maar hij heeft ook zeg maar het leven meegemaakt. Ja. En ook de moeilijke kanten daarvan. En dat geeft littekens. Ja. En als je ziet hoe hij op deze manier zeg maar, er nu in staat, ja, dat geeft mij wel een kick. Maar hoe ben jij begonnen met schilderen? Ik deed dat toen ik 16 was. Op school maakte ik wat schilderij. Die verkocht ik toen voor 1000 gulden, wat best wel veel was. Dat was mijn zakgeld. En ik wil naar Rietveld, maar ik heb een soort van een kleine pauze gehad in de mode. En op een gegeven moment zei een museumdirectrice van dit moet je doen. En ik had niet eens de eerste schets gemaakt. Er kwam een oude buurman van me langs, Erik Kuster. Die zei, die wil ik hebben. Dus dat eerst ging weg. En dat was de eerste kerstdag. Tweede kerst was ik in L.A. Toen heb ik daar ook 2 verkocht. En met kerst heb ik er 3 verkocht. Gewoon van de eerste dingen die ik gemaakt heb. En toen is het een beetje gaan lopen eigenlijk. En ik wilde heel graag 1 werk aan Jan verkopen. Jan, mijn vriend, die een goed verzamelaar is. Dus we hadden een show bij hem thuis in zijn museum. Geen 2 uur tijd hadden we alles verkocht. Aan hele goede verzamelaars die hier ook allemaal zitten. Dus het is gewoon gaan lopen. Het is gaan rollen. En nu doe ik dit gelukkig fulltime en ik ben heel blij mee. Ja, weet je, ik vind het heel moeilijk om uit te leggen waarom je kunst mooi vindt. Ik vind hele oude kunst ook heel mooi, dus dat is gewoon moeilijk. Iets pakt je of iets pakt je niet. Ja, ik vind het mooi dat hij met die kleuren waar hij nu mee werkt, je ziet, als je rondom je heen kijkt, zie je heel veel zwart-wit werk. Maar volgens mij zit hij nu in een periode dat hij ook even met kleuren gaat werken. En vooral die kleuren die vind ik zeg maar de mooiste kunstwerken die ik hier vandaag heb gezien. En is er een werk wat jou in deze zaal het meeste aanspreekt? Ja, ik vind... ja, dat werk hier. Leuk zo. Ja? We already love this one. I don't know, it looks sexy. Je kan best wel weinig vertellen met alleen maar een hoofd. En nu vertel ik iets meer verhalen met wat meer lichaam erbij, maar juist om alleen met een hoofd een verhaal te vertellen is best wel moeilijk. Zet 2 creatievelingen bij elkaar en de unieke cover van Luxury Magazine ontstaat. Fotograaf Rai Resfani en Steve de Pas slaan hun handen in één. En wat krijg je dan? Een meesterwerk. Bart-Jan, hoe trots ben je vanavond? Ja, ik ben echt heel trots. Ik ben wel vaker trots als er een blad uitkomt, maar deze is wel heel erg mooi, vind ik. Wat vind jij? Ja, ik vind hem echt prachtig. Ik blijf er naar kijken. En ook de fotografie van Rahi Resfani. Wat is nou de kracht van jullie samenwerking? Nou, Rahi is een kunstenaar puur sang en hem moet je loslaten. En dat is denk ik wat ik doe. Laat hem zijn gang gaan. En hij is totaal in control. In zijn studio is hij de master. Je kunt hem ook gewoon laten doen wat hij wil. En de samenwerking met Steve? Steve is een hele, hele lieve, leuke, geestige man. En hij heeft zijn hele verhaal verteld. Het was niet een interview van een uurtje. Ik denk dat we 4 uur hebben gezeten. En hij heeft alles verteld en alles met me gedeeld. Bijvoorbeeld zijn hele periode als modeondernemer. Als je hem googelt, dan vind je daar nagenoeg niets over terug. Hij heeft ons
alles vertelt. En dat kun je lezen in Luxury. De cover is top. Maar samen met Raaien, dat zie ik ook wel. En ik ben sowieso heel erg bewonderaar van Raaien. Ik ken Raaien al heel lang. Deze mag op de koffietafel, toch? Jazeker, ja.